Rip Hopkins is een Brit die in Frankrijk woont en daar op zoek gaat naar andere Britse expats. De vader van Jean Pigozzi was de man achter het automerk Simca. Jean is een ondernemende zakenman en een tikkeltje excentriek. Hij fotografeert de sterren die op zijn feestjes afkomen. Miles Aldridge is een van de meest opvallende modefotografen van zijn generatie. In de foto's van Simon Johan spelen dieren een grote rol. Maar de welke? De rol van de krabbe in het werk van Corey Arnold is veel duidelijker. Mark Leita maakt portretten van eigenzinnige Amerikanen en confronteert ze met elkaar. Martin Eder schildert, tekent en fotografeert. Oh ja, hij heeft ook een gothic metalgroep. De wederopbouw van Detroit is een feit. Yves Marchand en Romain Meffre konden de ruïnes net nog allemaal op foto vastleggen. De Belgische fotograaf Stéphane Delay houdt van oude technieken en jonge vrouwen. Charles Frégé is geboeid door uniformen. Ontdek het werk van al deze fotografen en nog vele anderen in Snooks 2012. Ook dat van magnumfotografen Alex Soth en Karel de Keizer.